zien bij de groeven op de Semsweg. Surveillante Geert en Tjerk zitten achter de bestuurder van een Ford Fiesta die hen bekend voorkomt. Het zit ook boven onze voorligger. Daar past deze auto niet tussen. Het is gewoon een meting. Dat, tot en met 80 is ook een dikke print voor het kleven. Even kijken. Geen richting bij het inhalen. Aan het kleven. Komt zelfs een mannetje wel zijn, want die woont hier ook achter. Geen gordel op? Ja, had hij wel al. Ja. Als het dezelfde vent is, dan... Dan willen de surveillanten een hartig woordje met hem spreken, want de vorige keer maakte hij er ook al een potje van. Ik kon hetzelfde wel eens wezen. Nu geen richting. Konden die hier ook niet ergens? Ja, had je van mij niet. Dat was hier. Ben je dat hem eens? Ja. Ja, dit. Nou, ik kan hier wel eens met hem praten. Dag meneer. Smitstraat, verkeersaandaviksteam. Mag ik rij een kentekenbewijs even van u zien? Kentekenbewijs moet ik opnieuw aangevraagd, want ik ben ik kwijt. Oh. Goedemiddag. Oh. Uw rijbewijs ligt in... Ja, weet ik. Ik moet het wel vragen. 1, 2 stukjes. We hebben elkaar volgens vaker gesproken, of niet? Maar zo'n keer ben ik bij u in huis geweest. Voor de verzekering? Ja. Ja, klopt, ja. Maar uw rijgedrag is ook nog niks verbeterd. Wat nou weer dat? Ik bedoel, ik heb aan de snelheid gehouden. Ik rijd niet harder, ik rijd normaal. Oh. Ik bedoel, ik heb... Je geeft geen richting aan. Je kleeft bij je voorliggers. Ja, een klein... Dan sla je af. Ja. Een klein stukje hiervoor met de hoek om ons. Maar de vorige keer was dat we je aan de kant hadden, was ook voor snelheid. Toen was de auto ook niet verzekerd. Toen reed je erachter langs door het veld. Dat ging toen ook veel te hard. We wisten niet dat hij verzekerd was. Hij is nog wel verzekerd. Dus. Maar de auto staat niet op jouw naam. Auto staat op mijn naam. Nou, dat willen de surveillanten dan eerst even verifiëren. Moet u de beelden hebben tussen van Kleven? Nou, ik kijk even naar alle beelden, want als een aantal gedragingen zijn. Deze man valt toch op. In elk geval een APK. Desnoods kunnen we hem voor het hele gebeuren zoals je rijdt, gewoon EMG. En in elk geval, we kijken de beelden even terug. Ja, dat is goed. In elk geval is uw APK verlopen. Dat weet ik. 26 januari, dat is iets te lang. 26 januari? Van dit jaar. Dus dat is... Ik dacht dat net een maand overheen was. Ja, plus 3. Plus 3, oh, dat is... Ja, dus 4 maanden over de datum eraan. Uw rijbewijs ligt in 2 stukken. Weet ik, daar moet ik niet over aanvragen, weet ik. Richting geeft u telkens malen niet aan. Nou ja, oké. Okay, in elk geval 2 keer op camera duidelijk zichtbaar. Dat zou ik een keer vergeten zijn, maar vooruit. Je banden zijn ook niet al te best? Nou, dat is goed. Ik begin vast te schrijven. Ik sta een bekeuring uit en dan zijn we klaar. Nou ja, moet even kijken hoe dat we... Ja, maar goed. Er is bij mij thuis iets ingebroken. Ze zijn mijn spullen al meegenomen. Doe ik aangifte aan. Dat doen jullie helemaal niks aan. Geen fuck. Ja. Ik geef mijn naam en toename, die jongens. Dat doen jullie niks aan. Maar bekeuring aanschrijven zijn jullie met 5, 6 man. Dat is nou naar een afdeling, joh. Ja, dat denk ik wel. Ik ben de enige die een bekeuring uitschrijft, niet 5, 6 man. Nee, en kijk, wat u nu over uzelf afroept, dat doet u zelf. Dat doe ik niet. Mm. Ja, want u valt gewoon op door hoe u rijdt. Wilt u, we hebben wat beelden, wilt u die bekijken? Nee, ik niet. Dan zal ik u even een paar dingen uitleggen. Zoals ik al zei, we kwamen bij de groeven tegen, voor de groeven. Ja. Nou, dat was het idee dat u de snelheid hoger was dan onze. Maar goed, daar hebben we geen snelheidsmeting van, daar moet ik gewoon reëel in zijn. Dan kleeft u bij een voorligger. Dat is een groene Toyota Avensis. Die haalt u vervolgens ook in, zonder geen richting aan te geven. Dan gaat u linksaf hier de wijk in. Nee, laat me even mijn verhaal afmaken. Dan gaat u linksaf hier de wijk in. Dan krijgen we daar de kruising met die opgestraatte bult, dus die omhoog gestraat is. Nou, je moet nog steeds rechts houden. De kruising neem jij links, dus over de linker rijstrook, dus eigenlijk voor tegemoetkomend verkeer. Dan sla je volgens 1 keer af, dat is de 2e keer dat je geen richting aan geeft. En dan sla je volgens hier weer af, geef je ook geen richting aan. Alleen het hele plaatje van jouw rijden, dat valt gewoon op. Dat was de vorige keer al zo, dat telt dat voor nu niet mee. Maar toch trok je onze aandacht weer. Het hele gebeuren qua rijden gaan we jou buiten dat je een procesverbaal krijgt voor de richting en de APK. Melden we jou ook bij het CBR aan voor een educatieve maatregel gedrag. EMG heet dat. CBR neemt daar verder een beslissing in. Alleen alles wat we zien in die rit van punt A dat we jou tegenkomen tot aan hier, scheelt er nogal wat aan. Het CBR gaat dat aan de hand van de beelden die wij ook aan het CBR ter beschikking stellen en bekijken. Nee. En dan is de kans aanwezig dat jij voor die cursus moet komen opdraven. En die duurt 3 dagen. Nee. En daar zit een kostenplaatje aan verbonden. Dat moet ik ook nog betalen? Dat moet je zelf betalen. En wat kost dat? Dat kost op de kop af om erbij volgens mij net geen 800 euro. Godverdomme. En als ik dat niet heb, hoe moet ik dat betalen? Ja, maar goed, dat moet je met CBR regelen. Dat gaan wij niet over. Wij doen ook puur een aanmelding. Maar het hele verhaal zoals jij rijdt, blijkbaar is na de vorige keer ook nog niks veranderd. Nou, het lijkt een hele lap. Het zijn er maar 2. Valt weer mee. Maar 2 hele dure zeker. Het valt ook mee. Mm. 90 voor de APK en 60 voor het geen richting aangeven. En dus wat dat betreft doen we het niet eens zo heel raar, hoor. En 800 voor de cursus.
Nou ja, goed, dat hebben we collega uitgelegd. Hè. Dat beslissen wij niet over. Het enige wat wij dus aanmelden en dan kijken zij of het inderdaad zinvol is om u op te roepen. Ja, dat kan best nog een keer verdienen. Ja, weet ik. Zal nog een ritje maken. Ga naar het gemeentehuis. En nee, ik vraag een nieuwe rijbewijs aan. Ga ik hem eerder moeten doen, maar ik heb geen tijd. Ja, want bij de volgende keer dat wij elkaar tegenkomen, dan gaat hij wel door. Oké. Okay. Ja? Nou, ik zeg niet tot ziens, maar dat zou de vorige keer ook al niet. Nee, ik zeg dit keer niet dankjewel. Ik zei vorige keer wel, maar dit keer niet. Ja, dit keer niet. Nee. Maar die kan niet krijgen. Laten we nog 1 en 3 keer de scheef leggen. Hey, succes. Deze bestuurder krijgt een bekeuring voor de APK en de richtingaanwijzer. Daarnaast wordt hij aangemeld voor de 3-daagse EMG-cursus.